In het begin van mijn relatie met Ender, dan kochten wij echt zo nog materiële dingen. En nu zijn wij zo 3 jaar verder en elk jaar probeer ik zo iets specialer te verzinnen. En ik denk dat op jaar 3 of jaar 2 dat ik een ster heb gekocht voor hem, omdat ik gewoon letterlijk niet meer wist, oké, what's next? Bro, ik heb een t-shirt voor Kobe. For real? Hi guys en welkom bij For Real Podcast. Oh my god, zo spannend. Heel spannend. Ik ben Tashi. Ik ben Claudia. Ik ben Lia. En ik ben Jol. En we gaan bij ons 4 een podcast maken. We vinden het obviously super spannend, dat is duidelijk. Maar we gaan alle soorten onderwerpen bespreken. Heel belangrijk om te vermelden, niet vanuit een expertenview, maar vooral vanuit een ervaringspositie. Ja, just for fun. Just for funsies, om de girlies een beetje advies te geven. Ook zelf onze situaties voorleggen als we over iets twijfelen of zo. Dus alles wat jij over twijfelt, kan je ook altijd naar ons sturen. Om anoniem advies te krijgen. Yes. Wij launchen vandaag op een speciale dag. Yes. It's Valentine's Day. Ja. En daar vond het wel leuk om daar een aflevering aan te wijden. Hè? We vonden dat ook een goede beginner. Wij zijn alle 4 wel fan van de liefde. Mm-hmm. Klopt. I love love. I love love. Ja. Yes. Maar wat vinden jullie dan van Valentijn? Ik hou van Valentijn. Ik voel dat gewoon graag ook elk jaar een beetje anders in. Ik hou van Valentijn. Ik ben echt... elke dag wil ik liefde vieren, dus Valentijn is de best. Ja, dat is het ding. Ik vind ook wel dat je elke dag liefde moet vieren. Maar op Valentijn, ja, hoe commercieel dat het ook is, het mag wel van mij. Ja, dat kan mij dus echt geen zak schelen dat dat commercieel is. Nee, want ik weet dat ik daar vorig jaar een story over had gezet. En dat ik zei van, oh, Valentijn is bijna, I can't wait. En dat er dan echt zo mensen sturen van, hoe kun je dat nu leuk vinden? Hey, dat is fucking commercieel, elke dag is Valentijn. Dan denk ik, ja, sure, maar waarom mag dat eens niet extra in de kijker worden gezet? Ik vind dat zo al bijna sad dat je die dag... kut zou maken omdat het commercieel het is. Waarom zou je het gewoon niet nog eens vieren? Mm-hmm. En dat hoeft niet eens met je lief te zijn. Hè. Je kunt het met iedereen vieren. Dus... op jezelf kan ook. Exact, exact. Maak dat gewoon voor jezelf een leuke dag. Mm-hmm. Hoe dan? Want dat kregen we al veel binnen. Hè, op onze Instagram van For Real hadden we allemaal een story gepost met stel jullie vragen over Valentijn en allemaal die struggles daar rond. En toen vroegen veel mensen, hoe viert je dit als je single bent? Ja, ik weet niet, vul je dag gewoon met alle dingen dat jij leuk vindt? Ja, gewoon je favoriete dingen. Ja. Lezen, een bad nemen, self-care day. Pizza bestellen, een glasje wijn inschenken. Ach, fun. Ja, ik ben ook al veel single geweest tijdens Valentijn, maar dan vond ik dat niet per se heel erg. Ik zou het wel erg vinden als ik dan wel juist door een break-up ging. Dan kan ik me echt voorstellen dat het extra stom is. Ja. Maar je moet vooral onthouden, als je single bent op Valentijn, you're not the only one that single exact. Is. Hè? Je hebt sowieso ook veel vriendinnen. Galentine? Galentine is het ding. Heb je dat ooit al eens gevierd of niet? Eigenlijk niet, maar ik sta daar wel voor open. Ook al heb je een relatie of niet. Dat is waar. Dat is wel iets leuks. Meestal vieren ze dat op de 13e. Ah. Ja. Heb ik iets gehoord. Ja. Okay. De 13 februari dan Galentine is. Ja. En de 14e dan officieel Valentijn. Ik heb dat al eens gedaan met mijn vriendin. Zijn we ballet gaan kijken. Oh, dat is zo leuk. Ja. Oh, en welk ding? Het was dan zo typically de notenkraker ja, of zo? Ja, het was echt de notenkraker. Dat is zo enig. Dat doet mij ook zo denken aan Barbie en de notenkraker. Ik ben echt vaak naar het ballet geweest en dat is enkel notenkraker dat ik heb gezien. Of zo met die zwaan. Het Zwanemeer. Ja, met die zwaan. Sorry. Ja, die twee, maar ik ben nog nooit naar ballet geweest. Wel een heel leuke tip. Ga mijn vriendin naar een musical of zo. Ja. Ik ben sowieso ook meer fan van een activiteit op Valentijn dan echt een cadeau of een materieel iets. Ja. Want daar, ja, ik onthoud ook gewoon veel meer wat ik doe dan iets dat wij krijgen. Want wij krijgen in het algemeen wel eigenlijk veel dingen. En dat maakt het zo extra speciaal. Vorig jaar zijn we naar een spelletjescafé gegaan. Of fun. En naar het KMSK. So that was fun. Dat is echt leuk. Dat is zo, in het begin van mijn relatie met Ender, dan kochten wij echt zo nog materiële dingen. En nu zijn wij zo 3 jaar verder en elk jaar probeer ik zo iets specialer te verzinnen. En ik denk dat op jaar 3 of jaar 2 dat ik een ster heb gekocht voor hem, omdat ik gewoon letterlijk niet meer wist, oké, what's next? Want ik had zijn favoriete merch al gekocht van Mac Miller. En ik was van, oké, maar die was daar zo blij mee, ik weet letterlijk niet wat ik moet kopen. En dan had ik online gevonden van... je kunt een ster kopen. Bro. We hebben echt een certificaat out of this en een world. Ster samen nu ergens hier.
Dus, oh. Bro, ik heb een t-shirt voor Kobe. Ja, je hebt al Esther. Maar bon, okay, ik heb dus een t-shirt, maar het is wel zo een t-shirt met Mickey op, als, verkleed als Cupido. Dat dus is ik vind het wel zo cute. Very, very ja, mean. Ja, ja. Dus dat is zo erg. Ik wel moeilijk. Maar dat vind ik altijd moeilijk voor jongens cadeau te kopen. Oh, die vraag hebben we heel vaak gekregen. Ja. Wat te kopen voor je boyfriends? Oké, okay, ik ben aan het denken. Wat heb ik dit jaar gekocht? Als jullie voor mij iets weten... Als hij graag games, zo games of... Ja, als, eigenlijk als je een gamer boyfriend hebt, wordt het heel snel heel gemakkelijk. Ja, dat is wel waar. Maar jij hebt een gym boyfriend. Een gym boyfriend. Ik heb dit jaar een t-shirt voor de gym gekocht met het slogan van zijn favoriete voetbalploeg. Want zo'n jersey kopen, dat vind ik net iets te... Daarmee moet hij niet rondlopen in de fitness. Dat vind ik echt too much. Ja. Dus ik heb gewoon die slogan genomen en dat dan in de kleuren van de ploeg laten bedrukken op die t-shirt. En daarmee is hem al gaan gymmen, zei hij. Dat is lovely. Maar toch nog zo your Lia touch. Ja, een kleine touch. Dat hoeft niet al te veel te zijn. Ik heb een rugzak gekocht. Ook handig, dit jaar. Ook dit jaar. Ja, maar okay. Dat was voor kerst. Ja, ja, ja. En omdat die gewoon helemaal kapot was. Eigenlijk zijn jongens wel echt blij met praktische dingen. Ja. Denk ik. Of parfum is ook altijd een goeie. Ja, het kan wel duur zijn. Ik heb echt wel een struggle dit jaar. Omdat vorig jaar zijn we gaan eten. En dan zoveel jaar samen zijn we ook gaan eten. Maar we hadden altijd weer zoiets van, we weten niet meer wat we moeten kopen. Dus ik zit zo nu op het punt van, oké, wat gaan we doen? I get it. Want ik hoor zo al die cadeaus dat jullie al hebben, maar ik ben zo van... Maar ja, jullie, Tashi en Lia, jullie zijn wel al lang samen. Ja. Maar jullie maken dat wel nog steeds. Ja, ik denk het ook. Echt, dit is ons negende jaar. Dat is keilang. Amai, ik wist niet dat het al zo lang was. Dus maar doen jullie dat dan wel zo elk jaar toch? Ik wil dat wel graag. Mich is daar nog een beetje koppig in. Exposing him. Same maar here. Ik wil gewoon een speciale dag. Het moet echt niet speciaal zijn. Het moet gewoon een picknick is goed genoeg voor mij. Wel, ik denk de dat... intentie. Ja. Ja. Ik denk dat vooral zo tonen dat je er wat moeite hebt achtergestoken. Mm-hmm. Ook al vindt je boyfriend Valentijn stom en commercieel, dan vind ik wel dat hij wel zo'n beetje de effort mag doen van... Snap je, dat is ook gewoon maar de dag even voor je vriendin wat leuker maken. Ja. En dat moet echt niet om grote gestures gaan. Nee, dus zeker eigenlijk niet. Iedereen die dit nu hoort en denkt van, oh shit, het moet echt... Hoe kleiner, hoe toffer. Letterlijk gewoon al een lief briefje of zo. Ik ging dat zeggen, een liefdesbriefje. Ja, of gewoon echt iets doordacht. Van, al is het een armbandje zelf gemaakt, echt super brak, maar ik neem dat mee tot in mijn graf. Hè. Dat is het ding. Ik vind dat... Want ze denken altijd dat ze ons 100 rozen moeten geven, maar mijn zelfgeplukt bloempje ben ik echt keer zo blij. Ja, dat is echt. Dan, het is vooral voor meisjes zo... Denk ik, voor in mijn geval toch zo, de gedachte erachter. Van, ik zag dit en ik dacht aan jou. Al is dat maar zo een stomme mok met een quote of zo op. Zelfs dat is al lief genoeg. Absoluut. Dan dat je zo standaard 300 rozen of zo krijgt. Mm-hmm. Maar ja, voor mij... Ik denk dat veel mensen het overdenken en dat hoeft eigenlijk niet. Wat je ook vaak zo overdenkt, is dat je precies iemands gedachten moet lezen of zo. Maar als je... iets gericht wilt kopen, kun je ook altijd vragen van wat wilt je eigenlijk nog? Of wat is iets dat je graag zou doen? Oké, de verrassing is eraf, maar die persoon weet wel van, oh nice, die dag kan ik uitkijken naar dit. Mm-hmm. Dus dat kan ook sowieso werken. Ja, dus hoeft niet gedachten te lezen. Nee, ik had vorig jaar, maar voor mij cadeaus kopen. Als ik eerlijk ben, ik vind dat niet zo moeilijk. Ik heb één thema waarmee je gaat kunnen maken. Maar vorig jaar had Kobe dus wel tickets gegeven voor zo Disney in concert. Amai, daar was ik zo blij mee. Dat was zo uit een dode hoek dat dat kwam. En dat was dan misschien iets duurder, maar wow, ik vond dat super lief. Ja, dat is en dat was dan wel zo voor later gepland, maar dat was ook een activiteit. Ik ga deze week met mijn papa, dus, maar het kan ook een perfecte date zijn, naar een candlelight concert kijken. Ah. Dus dan is dat van een groep en nu gaan we naar Coldplay. En dan zijn dat dus allemaal, hoe zeg je dat nu weer? Covers van Coldplay. Maar dan live met een orkest. En dan zit je allemaal tussen kaarsen. Je kunt kiezen eerste rij, tweede rij. Dus ik heb de eerste rij gekozen. Dat is mega aanrader. Ik ben letterlijk vorige week nog geweest in het Planetarium in Brussel. Dat was een candlelight concert, maar dat was met strijkers. Dus viool en dat allemaal. En dat was anime muziek. Oh, dus ik heb dat gezien. Ja, ik had dat gekocht voor Kaatje, voor de mama van Ender, voor kerst. Maar we zijn eigenlijk allemaal samengegaan met het gezin. En dat was zo leuk, maar echt een heel goed... Is Kaatje een anime-fan?
Nee, maar als in, ik weet Kaatje houdt van quality time. En dingen die we het gezin doen. Dus ik wist, ik ga Kaatje ermee blij maken. Ik ga Olaf en Ender ermee blij maken. En je papa vindt dat ook leuk om mee te gaan. Dus weet je, we gaan allemaal samen. En dat is een super tof idee. Dat is gewoon candlelight concert. Ik heb dat eigenlijk gezien dat ze dat nu doen, maar dan met Twilight. Ja, maar dat is super tof. Dat is wel interessant. Of zo filmmuziek in concerten. Wat ik heel graag. Vorig jaar was dat Harry Potter, denk ik. Of Pirates of the Caribbean, dat lijkt me echt vet. Ik ben daar naartoe geweest. En? Ja, was dat Hans Zimmer? Ik denk ja, dat was deels. Maar het was geen candlelight concert. Dat was ergens hier in Antwerpen in een grote. Was dat de koningin Elisabeth? Dat is nog iets anders. Dat is dat je de film ziet, maar de muziek wordt live gespeeld. En dat was Pirates of the Caribbean, hadden wij ook gezien. Crazy. Ook echt maf hoe. Dus... Ik betaal weinig af om muziek in concerten. En zo met mijn orkest erachter. Dan ben ik echt, ja... Zeker Disney-muziek. Oh. Daar moet ik sowieso wel van wenen. Ik heb daar gezeten. Zo. Het was zeker toen het moment dat Up kwam. Ja, dat was... Klaar. Maar Komen is daar zo niet mee opgegroeid, dus die voelt dat zo helemaal anders aan. Maar... Mm-hmm. Kijkt hij graag mee? Wij zijn al een paar keer naar Disneyland geweest. En ik moet zeggen dat hij dat wel echt zijn effort doet om zo wel mee te gaan in hoe dat ik dat dan daar allemaal aanvoelde. Dat vind ik wel lief. Dat is eigenlijk een goede voor Valentijn, voor de boys. Gewoon eens een film meekijken waar jij echt hyped over bent. Want ik probeer Indra bijvoorbeeld echt al keilang de Vampire Diaries mee te laten kijken. Maar die lacht daar gewoon mee. En ik ben echt zo van, nee, maar ik moet echt wachten tot dat seizoen, want dan wordt dat echt goed. Maar moeilijk. Maar weet je, als je een avond bij Valentijn niet weet wat je moet doen, kijk eens iets dat je... Waarvan je weet dat je vriendin er blij van wordt. En probeer even mee investeren te zijn. Ja. Dus, that would be nice. En er weet al wat hij moet doen voor Valentijn. Ja. Het is dat ook niet een van de love languages? Mm-hmm. Dat je eigenlijk gewoon de interesses van je partner even volgt. Ja. Wat zijn de vijf love languages nu weer? Ik weet words of affirmation, physical touch. Er is ook gift giving. Acts of service. Acts of service. Dus dat, en dan de laatste ben ik kwijt. Die lijkt dus niet zo belangrijk voor mij. Oh. Is dat niet physical touch? Dat heb ik al gezegd. Oh. Ja, alleszins. Mijn is zwaar words of affirmation, die als al geven. Hè, en gift giving doe ik ook heel graag. Mm-hmm. Maar dat is echt moeilijk, want ik vind dat ik al vijf ben. Ja, zowel op een bepaalde gradatie. Ja. Maar meestal zijn er zo'n paar wel uitgesproken. Bijvoorbeeld, moest ik met iemand samen zijn die zo geen physical touch als love language heeft, zou ik mij misschien al raar voelen. Ja. Maar bijvoorbeeld, Kobe kan moeilijk words of affirmation geven, maar bij hem merk je dan zowel physical touch heel hard. Ja. Dat hij zo knuffelig is. Want dat is wel wat ze zeggen, dat je eigenlijk moet denken aan de language of love van de andere persoon. Mm-hmm. Dat vind ik wel interessant. En dan daar een beetje aan proberen werken, aan werken en aanpassen. Nee, makes sense. Ja, ik denk, ik heb ook echt wel alles. Maar zo bijvoorbeeld acts of service, als hij dan zo thuis komt en zegt van, ah ja, ik wonen nu niet samen, maar ik heb gestofzuigd, dan denk ik, oh. Ja, maar daar kun je me echt keihard mee pakken. Ja, echt zo met de hond gaan wandelen of het vuil weg doen. Ja. Dus de dingen die ik haat, die hij dan voor mij doet, om dat aan te vullen, dat is de orange peel theory. Ja, klopt. Deze orange peel. Let's talk about it. Leg eens uit, iemand van jullie, wat is de orange peel theory en waarom is die zo populair op TikTok? Ik zal het proberen uit te leggen. De orange peel theory is eigenlijk, stel je wilt een sinaasappel eten en je bent 100% capable om die zelf te pellen, maar je vindt dat toch wel een beetje kut, want dat stinkt een beetje en dat is zo wat gepruts. Om je nagels en al. Ja, exact. En de personen in je omgeving, of de persoon waar je mee bent, weet dat jij dat eigenlijk kut vindt en die gaat dat voor u doen, omdat die je wilt ontlasten van, oké, ik weet dat hij dat een beetje kut vindt, maar die kan dat doen. Ik ga gewoon voor die persoon ga ik dat even doen. Ja. Dat is de orange peel. En dan moet je zo je partner testen door jezelf al zo subtiel te filmen en te zeggen van, ik heb echt zin in een appelsien. Ja. En dat bijvoorbeeld zijn er al voorbeelden van jongens die dan zeggen van, ja, er is er in de keuken. En dan moet je zeggen van, ja, ik heb eigenlijk echt geen zin om die te pellen. En als zij dan zegt, Max, zal ik die voor u pellen? Dan ben je zogezegd geslaagd. Ja. Klopt. Bij mij was het getest en goedgekeurd. Ja, ik heb het nog niet getest, maar ik heb zoiets gelijkaardig gehad onlangs. Dat ik, en er had voor mij zo melk met honing klaargemaakt, maar het was zo nog een beetje lauw. En zo, zonder te zeggen, had ik zo toch gezegd van, het is wel nog... Een beetje lauw. En dan gewoon door te kijken, wist hij van, ik zal het voor u nog eens warm maken. Oh. Dus dat is zo, ik had dat kunnen doen, maar het is gewoon lief dat hij daar, dat hij zonder woorden eigenlijk gewoon die melk heeft gepakt en dat terug heeft warm gemaakt. Ja, je bent gewoon capable om het zelf te doen, maar ze willen het voor jou doen. Ja, dat is mooi. Ja, supermooi. Had je niet stomme comments gekregen ook?
Ja, ik denk dat er zo twee comments waren van, oh, je bent echt een sloef. Maar op TikTok gaan er altijd stomme comments zijn. Ja, maar ook, ik vind dat vooral dat als boys de laatste tijd online of zo tonen dat ze lief willen zijn voor hun vriendin of wat dan ook, het woord sloef, simp, komt zo snel boven. Ja. Ja, ik heb daar een mening over. ik allemaal. Ja, ik vind dat gewoon fucking belachelijk. Allee, ja, wat is er met heel die... Wacht. Oh. Wat is er met heel die Andrew Tate-beweging? Snap je? Dat is echt die kant van TikTok dat dat gewoon zit te commenten. Ja. Gewoon omdat... Oh wee, als je als man nog maar zou tonen dat je liefde in je body hebt voor je vriendin. Ja. Ik snap dat niet. Nee, same. Ik vind het ook heel raar, want waarom heb je dan een vriendin? Ja. In the first place. In the first place. Ja, er zijn sommigen echt overtuigd dat vrouwen hun man moeten adoreren en omgekeerd niet. Ja. Mm-hmm. Soms denk ik dat mannen gewoon vrouwen niet zo leuk vinden. Ja, soms. Denk je dat of do you just know? Dat is wel gewoon... Er zijn echt mannen... Van de week was er nog een documentaire op tv over Andrew Tate. Maar ik kon daar niet naar kijken. Ja. Ja. Wow, maar misschien is dat een onderwerp waar we niet over moeten uitwerken. Nee, nee, nee. Niet op Valentijn. Dit ging een liefdevolle aflevering zijn. Ja. Yes, oké, misschien over liefdevol gesproken. We hebben alle vier in de podcast een segmentje, elke keer. Kort maar krachtig. De mijne is Joel's Joy. Waarin ik een momentje uit mijn week kies. En jullie moeten dat eigenlijk thuis ook doen. Dus ik ben zo wekelijks bezig met mijn roses en mijn thorns over elkaar te zetten. Roses zijn de mooie momenten en de thorns zijn de iets minder momenten. Mm-hmm. Maar ik vind het belangrijk dat je die beide embraced. Dat die een beetje in balans zijn. Want weet je wat we ook vanaf moeten? Dat als je je slecht voelt, dat dan precies dat niet mag en dat je leven dan om zeep is. Maar lows horen er ook gewoon bij. Het is logisch dat life niet de hele tijd gradueel omhoog gaat. Ja, ik snap dat... Bij lows, dat gaat raar klinken, maar ik probeer die op een manier ook te enjoyen. Ja. Omdat je weet van, oké, dit is gewoon wat er soms gebeurt in het leven. En ik weet dat hierna weer een high komt. Dus het is kut, maar je kunt het nog kutter maken door te beseffen dat dit echt kut is. Mm-hmm. Maar dan kun je nadenken van, oké, it's gonna get better. Ik denk dat je dat vooral moet omzetten naar, er is nu ruimte voor groei en voor verandering. En als je daarop focust, dan kan het alleen maar beter worden. The only way is up. Maar dat is soms moeilijk om dat ook te accepteren, want je kunt je zo, zo onderdompelen in dat gevoel dat soms zo overwhelming is. Maar achteraf, inderdaad. Maar mijn joy van deze week, ik vond dat leuk om dat weer toe te passen, was dat jij, Claudia, voor ons alle drie bloemetjes had. Ja, maar bij mij ook echt. Ja, echt. Ja. Dat en u, Sunny Angels. Echt waar, dat heeft echt mijn week gemaakt. Wel, ik weet niet, ik had je al even niet meer gezien, omdat jij dan een tijdje bent weg geweest. En ik dacht van, oh, we zijn nog eens samen. En ik stond in de winkel voor wat snackies. En dan zag ik die bloemen en dacht van, pak ik wel bloemen mee. Ja, ze waren zo mooi. Ja, ze zijn nu al zo thuis super mooi open. En van de morgen keek ik er nog eens aan en dacht ik, oh, dat is eigenlijk zo cutie. En dat, ik vond dat echt een leuk moment. Ik had echt ook geen goede week. Dus dat was even zo voor mij van... Oh, makes me happy. Dat is echt leuk om te horen. Ik vind trouwens ook, dat is ook iets voor Valentijn, je moogt voor je mens gewoon bloemen kopen. Ik doe dat super vaak, hè. Want ik had zo eens gelezen van... de enige moment wanneer dat mannen bloemen krijgen, is op hun begrafenis. En ik vond dat super saai. Dat is heel diep. Dat is ook echt waar. Ik las dat en ik was van wow. Dus ik ben echt gewoon van tijd tot tijd, als ik in de winkel sta en again, ik zie bloemen die ik leuk vind, ik pak die gewoon mee en dan zo... For no reason of zo. Gewoon omdat ik u graag zie en dan geef ik gewoon iets bloemen. Ik vind dat gewoon leuk. Je maakt mensen hun dag daar zo hard mee. En je hoeft geen bloemen te geven op het einde van iemands leven. Dat is waar. Ja, nee. Ja. Ik ben dat wel echt zwaar aan het overdenken nu. Welke bloemen vinden mannen leuk? Maar dat boeit zelfs niet. Cactussen. Een aloe vera. Nee, maar ik denk dat dat letterlijk niet eens uitmaakt. Gewoon het idee voor hun dat jij hebt gedacht van... Eigenlijk verdient jij ook eens een bloem. Denk ik dat voor hun echt al leuk is. Dus voor Valentijn, ja, ik weet niet, je kunt op bloemen wachten of je kunt bloemen kopen en gewoon al geven. Ik kan komen ook altijd blij maken met eten. Oh, ja. Dat is zo precies zo het bloemen-equivalent voor, voor komen. Chop. Ja, sorry. Dat snap ik. Dus dat is ook altijd wel een goed idee. Verras hem eens met een snack. You're the snack, oké? Okay? Samen koken. You're the snack. Samen bakken. Dat doet jij graag, hè? Ja, dat is echt mijn rustmoment. Maar dan kunnen we samen iets doen en het nadien opeten. Voilà. Ja, dat is waar. Dat is ook zoiets... Ik weet dat Ender bijvoorbeeld echt niet graag kookt, maar die heeft dat ook zo ontwikkeld. Dat als ik aan hem vraag van...
wil je samen met mij meekoken? Dat hij dat gewoon doet, omdat hij weet van... Claudia kookt graag en die wordt daar rustig van. En ik heb het gevoel dat hij nu ook zoiets heeft ontwikkeld, dat hij daar ook wel kan van genieten op een manier, als het vlot gaat. Dus ja, het moet vooruit gaan. Maar ja, ik weet niet. Dat is ook zo, vind ik ook zoiets lief, dat je dat kunt ontwikkelen van... Maar okay. Jij en uw bakken, ik weet nog, ik had Miss Girlies gebeld om 12 uur 's nachts of zo in de auto. En zij zo, ik zo, oei, stoor ik, mag ik u wakker? Zij zo, nee, ik heb net een hele plat met koekjes gebakken. Ik zo, what the fuck? Ik heb dat soms echt even zo 11 uur 's nachts, of in de avond in mijn bed liggen en denken, ik moet nu wafels eten. En dan ga ik ook wafels bakken. Ja, zie, voilà, waarom zou je houden aan uren? Maar je kunt om 12 uur gewoon wafels bakken, dat kan. True. Zeer zeker. We hebben ook aan onze volgers gevraagd of dat zij vragen, situaties hadden rond Valentijn, allemaal die dingen. We hebben ook liefde gevraagd, denk ik. Mm-hmm. Er zaten wel een paar leuke tussen, Lia. Yes. Hoe weet je of de liefde die je voelt echt is of een korte opwelling? Wat denk je, Tashi? Dat is wel moeilijk. Ik heb eens gelezen dat als jij rustig voelt bij die persoon, dat dat een heel goed teken is. Oh ja, want ze zeggen die kriebels in je buik, dat is eigenlijk... A warning sign. Ja, dat heb ik ook al gehoord. Oh, ik heb zo echt eens 2 jaar in een situationship gezeten en dat was gewoon zo'n rollercoaster. En eigenlijk die... Ik dacht dat ik liefde voelde, maar dat was gewoon adrenaline, hè. Die stress in je buik. Ja. En je mispakt dat zo voor dat je denkt van, oh, dat is onze vibe. Nee, dat is gewoon ronduit stress. Dat is echt... niet goed. Maar ik vind dat ook moeilijk, want ik heb soms vlinders voor mich. Ja, maar wel rustige vlinders. Ja. Als excitement, niet, ja, geen stress. Exact. Geen anxiety vlinder of zo. Wel cutie, na 8 jaar. En wat ik ook heb geleerd, is als ik zo vroeger dacht dat ik een, ja, ik zal maar een crush of zo, mm-hmm, op iemand, zo na 3 dates zou denken, oh my god, dit gaat iets worden. En dan eigenlijk beseffen, I don't know this man. Ja. Wie is dit? Hoe wordt die boos? Hoe, wat haat hij en hoe uit hij dat? Wat zijn zijn frustraties of zo? Dat heb ik echt onlangs in een podcast gehoord. En ik dacht echt in mezelf van, oh my god, ik ben echt de lulu. Van hoe dat ik vroeger zo snel voor iemand iets kon voelen of zo. Ja, en alles denken, kon laten daarvoor. Oh. Ik vind dat gewoon wel een goede tip is van, niet denken dat je verliefd bent voordat je effectief een persoon met al zijn... flaws. Gebreken. Ja. Want eigenlijk zit je pas na een aantal keren en als je eens een ruzie hebt gehad en zo, van shit. Ja, hoe reageert hij en hoe reageer ik daarop? En... Er is veel meer dan een initiële aantrekkingskracht. Ja. Soms is het ook niet, is liefde alleen niet genoeg om iets te laten werken. Hè? Nee. Dat zeggen ze ook veel. Dat is waar. Maar dat is ook wel moeilijk. Ja. All right. Hey, het is Valentijn, het moet leuk blijven. Iets minder leuk. Hoe wijs je iemand op een lieve manier af? Ben bang om hem te kwetsen. Ik denk dat je anyways gaat kwetsen als de gevoelens niet mutual zijn. Maar gewoon transparant zijn, zonder roots. Ja. En te communiceren van, kijk, sorry, ik vind het echt heel lief dat je en sterk dat je met mij dit communiceert, hè, dat je mij ziet zitten. Maar in mijn geval is dat wel niet zo. Ik weet niet. Ik denk ook hoe sneller, hoe beter. Anders gaat dat kwetsen alleen maar groter worden. En ook als je ze kent, kan je het misschien rustig aanpakken. Maar als je ze niet kent, moet je niet altijd beleefd blijven, vind ik. Ja. Dat is echt. Je zit daar zo goed in. Echt waar. Ik ben zo'n huge people pleaser. Maar jij hebt dat wel afgeleerd, hè, Tashi? Ja. Hoe? Ik weet niet. Just life. Therapy. Heb je tips? Ja, maar eigenlijk is dat wel waar. Hè. Je moet je eigenlijk ten opzichte van niemand verantwoorden, behalve jezelf. Maar ja, zet dat maar eens om in de praktijk. Dat is niet altijd even simpel. Ik heb legit geen antwoord op deze vraag. Raar, maar waar. Er ik komt niks ben in ook nooit een held geweest in afwijzen, in iemand dumpen. I just can't. Dus... Ik heb 1 keer iemand gedumpt en ik vond dat toen... wel moeilijk, maar dat was dat is niet leuk om te doen, hè? Nee, maar ik voelde me dan ook achteraf wel slecht van hoe weinig verdriet ik daartoe van had. En toen dacht ik wel van, Ik heb dat ook echt 1 keer gehad. Dat was mijn jongen, waar ik letterlijk nog geen 2 weken mee samen was. En again, zo dat je even zo kriebels voelde en dan besefte van, oei, maar nee, toch niet. En dan het idee was leuker. Ja, het idee was leuker inderdaad. En dan toch nog zo'n week
blijven hangen, maar heel de tijd aan het denken van ik moet deze eigenlijk gedaan maken. En dan toch gewoon gezegd van ja, sorry, ik voel het eigenlijk echt niet meer. En dat is hard, hè, maar ja. Ja, dat je gewoon vooral open moet communiceren ja, over wat jij ervaart. En zoveel mogelijk dat ook vanuit uw eigen standpunt en minder zo... Ja, want jij hebt dat en dat vind ik niet leuk. Dat is waar. Daar heeft hij geen boodschap aan. Unless dat dat echt iets is dat voor komende relaties van die persoon dat in de weg zouden kunnen zitten, vind ik dat je dat niet moet communiceren. Van, ja, ik snap wat ik bedoel? Ja, maar ik zou mij daar ook gewoon... Ik zou het vooral op mezelf willen steken en niet op de andere persoon. Dat snap ik. Dat lijkt zo precies logischer om dan zo jezelf te beginnen attacken, wat ook niet oké is. Nee. Weet je, soms klikt het gewoon niet. Je kunt liefde ook niet forceren. Hè. Ik weet nog dat... Ik heb zo ooit eens meegedaan aan First Dates. En ik voelde toen die klik totaal niet met die jongen, maar dat was wel een toffe gast of zo. Mm-hmm. En ik weet nog dat die comments dan echt zo waren van... Allee, voor een vrouw is het nooit goed, hè. Oh. En dan dacht ik maar... Huh? Allee, die zo, ja, het is toch een knappe gast. Hij heeft een job, hij ziet er goed uit, hij is sympathiek. En dan denk ik, ah ja, dat is allemaal en... zo oppervlakkig ook. En als dat er is, dan moet ik maar op iedereen verliefd worden die passeert of zo. Wat? Moest het zo simpel zijn? Mm-hmm. Ja, dus ik zou jezelf ook gewoon niet opjagen over dat je het uiteindelijk niet voelt. Want die echte klik van liefde is voor niet veel connecties weggelegd. Mm-hmm. En dat is ook gewoon het mooie eraan. Ja. Mm-hmm. En sowieso eerlijk zijn, want eerlijk voor jezelf, dan kun je nadien niks blamen. En dat duurt ook gewoon het langste. Ja, dus. Maar niet grof eerlijk. Niet zo van, je bent lelijk en ik vind u niet knap, maar... Well, imagine. Hey, ik wil niet met jou zijn, want you're ugly. Ik heb dat wel eens één keer gedaan. Nee, ja. Die was niet lelijk, maar oh my god, dit is nog erger. Mind you, ik was 13 of zo. En ik had een vriendje, die was kei lief, maar eigenlijk zoiets te lief. Ik vond dat zo wat... Een afknapper. Ja, en die droeg altijd een bepaalde helm of een bepaald petje op school. Zo een petje, maar dat was een muts met een klak aan. Nee! Sorry, maar dat was een major ik. En ik kon er niet naast kijken. Dus ik heb dat gewoon recht in zijn gezicht gezegd. Sorry, maar dat klakje is hem niet. We're done. It's not you. It's the cat. Yeah. Wow, that's not so bad. That's okay. Als deze guy aan het luisteren is... Is Nadine nog wel een goede vriend van mij geworden? Oh. We're good, we're good. Draagt hij het nog? Ja. Draagt hij het nog? Nee. Ah. I hope not. Ik dacht dat je dat ging zeggen. Nee. Oké. Okay. Oh, oeh. Oh my god, juicy. Wat als je dingen vindt op je vriend zijn gezin die niet aanvaardbaar zijn? Oh my god. Maar wacht, daar heb ik al direct één ding over. Hoezo op je vriend zijn gsm vindt? Ja. Wie zoekt, die vindt, sowieso. Ja. Dat is waar. Ik denk... Als je sowieso in de gsm gaat zitten, gaat je iets zien waar je gaat over overdenken en niet leuk vindt. Echt? Ja. Maar dat vind ik ook niet echt een goede mentaliteit. Ik zou niet willen van, ik ga zoeken, dus ik ga sowieso iets vinden. Mm-hmm. Dat vind ik zo... Maar ja, het ding is, als je gaat zoeken, gaat je effectief... Allee, hoe dat je draait of keert, je vriend heeft connecties met veel mensen dat niet alleen... mannen zijn. Ja. Dus je gaat sowieso berichten terugvinden en je kunt daar altijd een draai aan geven. Ja, waar dat je van... denken van, ah, die persoon heb ik nog maar een paar keer gezien, die ken ik niet zo goed. Mm-hmm. En die reageert een paar keer op zijn story. En dan moet bijvoorbeeld Michel zijn niets verkeerd doen, maar jij misschien al denken van, wat wil zij van hem? En ik wil niet zeggen dat dat oké is. Sowieso is dat iets, ja, een beetje trust. Schade langs allebei de kanten. Ja. Maar zo die mentaliteit van, er gaat sowieso iets zijn, vind ik wel heftig. Mm-hmm. Ja. Maar ja, ik doe dat vanuit een overthinking perspectief. Mm-hmm. Dat soms als Kobe naast mij zit en die is aan het kijken of aan het antwoorden op een DM en die scrollt dan terug. En dan zie ik zo soms een naam en dan heb ik denk ik al zo geneigd van: oh, hoe die is dat? Nee, je gaat jezelf sowieso teleurstellen als je gaat zoeken. Dus, en daar zijn gradaties in. Dus. Mm-hmm. Maar ik zou gewoon al vooral niet. In de niet zonder toestemming. Ja, ook al. Don't do that. Ik heb dat ooit eens lang... Oh, dat was ik nog... Was toen ik studeerde in Gent, had ik ook iemand dat ik dacht van... Oh nee, maar die stuurt echt met iemand. Ook zo in de nacht gaan beginnen kijken. En eigenlijk maakt u eigenlijk daar zo depressed mee. Je schaadt elkaars vertrouwen. Oké, misschien had de eerste persoon ook al iets had gedaan. De andere persoon al iets had gedaan. Maar jij het dan ook wel... I don't know. Ja, en als je iets vindt, ja... Wat doe je dan? Want je hebt het gevonden op een manier dat eigenlijk niet oké is. Ja. En dan moet je erover beginnen. Ja. Maar eigenlijk ga je dan zelf ook toegeven van... Hey, ik heb in je gsm gezeten. Je hebt je eigenlijk gewoon gejost. Ja. Want ofwel gaat je moeten liegen en er zelf mee moeten rondlopen. Ja. Ofwel zijt je eerlijk en dan heb je sowieso een conflict. Ja. Maar
sowieso communiceren. Ja. En eerlijk over zijn. Ik ging ook echt net zeggen van, het hoeft ook allemaal niet zo... Je moet het ook allemaal niet zo ingewikkeld maken. Je kunt ook gewoon zeggen van, kijk, sorry, ik heb per ongeluk op je gsm niet gezien. Of ik heb... Per ongeluk, even dat wachtwoord ingetikt. Per ongeluk op Instagram getikt. Per ongeluk naar jullie gelijke foto's. Kijk, ik voelde een little spider sense. Ik heb iets gevonden, kunt je mij deze uitleggen? Want ik voel me er ongemakkelijk bij. Ja, inderdaad, exact. Ik zou het steken op, ik heb gewoon mijn buikgevoel gevolgd. Ja. 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 Same. That's probably true, maar... Ik denk dat je het zo oplost. Dat als je iets vindt... Ik zou niet direct judgen. Ik zou gewoon zeggen, van, ik ben hier ongemakkelijk bij. Kun je me dit even uitleggen? Ja. En... Niet direct aanvallen. Nee, exact. Want dan gaat sowieso de situatie een beetje opblazen. Ja, en ik denk ook gewoon als je met iemand zit die langs de andere kant niet kan communiceren, dan stopt het daar ook al. Want snap je, je hebt dingen zien en er je eigen versie van maken, maar als je dan iemand hebt die... je dingen kan uitleggen, met dingen over, met dingen kan babbelen. Ik heb zoveel relaties gehad. Oh, wacht, wow. dat is misschien wat overdreven. Ik heb hiervoor wel al een paar relaties gehad en het verbaast mij nu met hoe weinig van die jongens dat ik effectief gesprekken aanging. Dat is eigenlijk beetje schrijnend. Wow. Dat is echt crazy. Dus nu heb ik dat pas beseft dat het belang van babbelen is wel intens. Ook voor moeilijke situaties, dat je met praten veel verder komt dan iemand die je gewoon gaat gaslighten. Dus je bent niks als je niet over moeilijke momenten kunt babbelen ook. Want als je bang bent om die te voeren, dan... Ja, zit dat eigenlijk ook al niet super goed. Nee. Zolang dat je er zelf rustig blijft en niet aanvallend bent, kun je eigenlijk niks fout doen. Nee, dat is waar. Klopt. En dan is nog altijd je keuze wat je gaat doen met wat je vindt. Hè. Ja. Ik zeg dan iets van, I don't... Ik geloof het verhaal niet. Voor mij mag het stoppen. En als je iets hebt van... dit is voor mij een legit uitleg en voor mij kan het nu voort, dan is dat ook goed. En inderdaad ook gewoon checken, nadat je die situatie hebt aangekaart, je hebt een gesprek gehad, dat je alle twee terug op dezelfde golflengte zit en dat je dat ook gewoon achter je kunt laten. Ja, dat je zeker. Dat echt belangrijk. En niet altijd tegen hem gebruiken of tegen haar gebruiken. Nee. Als je dat achter je laat, moet je dat echt vergeven en vergeten. Ja, exact. Nooit, never ever oude koeien uit de sloot halen. Ja. Nee, dat is echt inderdaad een belangrijke. En ook, hè, als je iets voor hebt, dat ik ook al meegeleerd, het is, je mag je vriendinnen vragen om advies en zo en allemaal die dingen, maar ook weet tegen wie dat je iets vertelt. Dat is echt ook dingen die je zo op een harde manier leert. En uiteindelijk zit ook jij en je partner die dan moet kiezen om voor te gaan. Dus ik krijg soms ook zo dingen van meisjes in mijn DM's. En dan is dat zo van, ja, maar mijn vriendinnen vinden dit. En dan denk ik, weet je, I get it. Ik ben ook al die vriendin geweest die dingen afraadt. Maar eventually is het uw vriendin en haar partner die gaan kiezen wat ze gaan doen. Mm-hmm. En heb ik daar eigenlijk geen... eindbeslissing in, ik zal het zo zeggen. Ik had dat in mijn vorige relatie. Zou ik altijd een vriend sturen als ik ruzie had met mijn vriend. Dus een random vriend zou ik sturen. En enkel als we ruzie hadden. Dus na een tijd had hij zo een visie op onze relatie. En zei hij van, ja, eigenlijk vind ik hem niet meer zo leuk. En dacht ik, oh shit, maar dat ligt eigenlijk volledig aan mij. Dat is wel mooi dat je dat zelf ook kunt. Ja, want als je enkel de negatieve verhalen vertelt, natuurlijk gaat hij die enkel negatief zien. Exact. Dus je moet wel... ook positieve dingen vertellen. Ja, voilà, het is dan. Ken je balans. Dat was even een iets dieper onderwerp. Yes. Jouw segmentje kan daar wel even zo de druk van afnemen, toch? Ja. Mijn segmentje heet Klaus Confessions. En ik had een gedacht gisteren, en dat kwam bij, dat ik Camp Rock eigenlijk beter vind dan High School Musical. Nee! Sorry, dat vind ik wel een moeilijke. Ja? Because I get it. Ze zijn allebei zo goed. Nee. Jawel. Wacht. Camp Rock? Fuck. Steek je hand omhoog. Maar High School Musical 2, though. Ik hou van alles High School Musical. Ik hou wel van het verhaal en al die dingen. Maar ik herbekijk Camp Rock veel liever dan dat ik High School Musical bekijk. Ja, er is nu te veel van High School Musical. Ik vind zelfs de Like Me eigenlijk een beetje... daarvan weggeeft. Ja, Camp Rock is zoiets. Ja, Camp Rock is gewoon zo heel erg zo... die liedjes om mee te zingen. En de dansjes toen ligt dat zo... Zeker. Als ik daar nu naar terugkijk, denk ik echt... Ja. Als je dat nu terug bekijkt, is dat allemaal dat zo... Deden die maar dat allemaal. Zijn de leuke films, al die cringe films. I love it. Ja. Nee, sorry. Bij mij is het echt wel High School Musical. Voor één reden.
Zac Efron. Echt waar, ik zweer het. Toen wel. Toen wel. Toen die film uitkwam, ik was obsessed. Papa ging toen met zijn werk naar Las Vegas. Die kwam terug voor, en die had een deken bij met Troy Bolton zijn hoofd op. Sorry, voor mij is Camp Rock niets in vergelijking met High School Musical. Nee, sorry, maar en, ik was dan ook altijd in de klas, omdat mijn achternaam mijn O begint, dat ik zo in het midden. Dus mijn nummer was altijd zo 14. Troy Bolton was ook 14. Sorry, mij kunt hier niet van overtuigen. Sorry. Right. Homo homo noeke noeke apua a. Oh, schijf. Bad on it. Ja. En ook, hè, Sharpay. Zij was eigenlijk veel leuker dan Gabby. Maar daarmee, ik heb nooit de hype van Troy Bolton meegemaakt. Die deed mij echt niks. Ik had ook echt vriendinnen met posters boven hun bed waar die naar zaten te staren. Ik ben vriendinnen. Dat deed mij echt niks. Ik vond Sharpay de shit. Ja, oké, Sharpay. Maar snap je, dat iedereen was zo, oh, Gabriella. Maar eigenlijk nu, als je nu Sharpay zei, wat Troy tenminste pushen. Zij wou dat hij zij dingen beter voor zij hem. Zij beter voor hem. Nee, want Gabriella die was aan het wenen omdat hij zijn doelen ging halen. Zij zei, I gotta go my own way. Omdat je gaat basketballen. Zij kon het niet meer, hè. Sorry, ma. Wie is de real supportive toxic girlfriend? Toxic relationship. Oké, okay, voilà. Dus final votes. Wie stemt er dan voor Camp Rock? Bah. Fuck! Enkelklauw. En wie stemt er voor High School Musical? Me. Ik ga toch voor Camp Rock. Ja, oh, toch? Ja. Betrayal. Dank u. Yeah. Ja, ik zeg niet dat High School Musical slecht is, hè, want ik kijk dat equally wel even graag, maar ik vind Camp Rock beter. Maar kijk, klaar. Dit wordt een TikTok. 100%. Ja, laat weten in de comments. Oh, we kunnen een polletje maken in de stories. Op de stories. Ja. Dus ga maar snel stemmen op de stories, want we need answers. Ja. We do. Goed. Ja. Maar het was echt een heel gekke confession wel, vind ik persoonlijk. Goed, we hebben nog een paar kaartjes liggen met wat dingen die we nog kort willen bespreken. Ja. Moet ik er een pakken? Ja. Maakt dat uit in welke volgorde? Nee. Ah, staat Jappa Jappa. Dat is ook een onderwerp dat van jou komt. Ja, dat zou, jij mag dat uit. Dat is iets waar ik eigenlijk een paar dagen geleden ook ineens aan dacht. Je kent toch zo die TikTok van Shanice? Shut it. You're talking like a rat. En dan Jappa Jappa Jappa. Nee, maar we zullen die ook wel online posten zodat je mee bent. Jappa 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 Jappa. Yes, exact. No. We kunnen die inserten. Maar dus, komt erop neer. Ik heb beseft, ik ben echt de Jappa 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 in de relatie. Ik kan echt in mijn relatie, ik ben altijd over van alles aan het babbelen. En Ender is van, Like, at some point, we waren op Zara Larsson terechtgekomen. En ik zo, oh my god, kent je dit liedje? Dus ik laat zo een liedje horen, nog een liedje horen. En zo, dit herken ik zo een beetje. En ik was daar een beetje over gaan babbelen. Echt. En ik dacht van, oké, ik ben echt een jappa, jappa, jappa in de relatie. Mensen is gewoon blij dat hij kan luisteren naar wat ik allemaal te zeggen heb. En fijn, dat is goed. Oei, dus, maar guilty. Ik ben ook wel echt de jappa, jappa, jappa. Als je mij niet stopt, kan ik blijven doorgaan. Maar ik word wel gestopt. Ja. Ik weet ook niet of dat jullie worden geshut. Nee, ja, nee, soms kan ik wel over onderwerpen doorgaan. Dat komen ook soms echt van, zo. Allee, gelijk, net was ik hem ook aan het bellen met frustratie dat hij zei van, maar je bent bezig over iets dat nog niet gebeurd is, dus je zit daar nu al over. Mm-hmm. En ik zo, you're right, but please. En hij zo, je mag het zeggen, maar je weet niet eens wat er gaat gebeuren en je zit al over iets aan het stressen. Okay, ja. Dus, wat ik ook wel goed vind, is boyfriends die meegaan in tea. Oh, Alvin loves the tea en die komt altijd voor updates vragen. Maar andersom vergeten die ons altijd alles te vertellen. Like, come on, we need the juice too. Say it louder for the people in the back. Echt waar. Elke keer als Koop mij iets afkomt, dan denk ik van, en wat is er dan gebeurd? Dus jou heb ik niet naar gevraagd. What the fuck? Echt, maar elke keer denk ik, over wat praten jullie dan eigenlijk? Want vraag je niet door? Waarom weet je enkel dit? I need more. Oh, dat is echt. Maar je bent niet echt samen als je niet goed kunt roddelen met je lief. Sorry. Ik doe niet liever, hè. Echt waar. Nee, echt? Ja. Misschien is dat ook wel. Ja? Ja, wij spillen ook wel echt veel tea. Soms moeten wij gewoon naar elkaar kijken en dan weten wij genoeg. Zo mensen horen babbelen dat je daar echt zo'n blik geeft. Van, hier gaan wij nog over babbelen. Ja. Ik weet niet, ik ben eigenlijk niet zo'n roddelaar of zo. Nee, maar ik zie dat niet. You're a good person. Maar nee, niet uit, stretchen. Ook gewoon, ik denk dat ik aan missing out on information. Dus gewoon, ik krijg bepaalde informatie, dat juicy is, krijg ik gewoon niet tot bij mij. Omdat ik weet niet, dat nooit uit mijn eigen oog zelf begin te doen of zo. Yeah. Dus ik denk dat je gewoon niet attract. Ja, en Ender, ik weet niet, ik moet ook zo dingen er soms uitsleuren. Dus dat is langs zijn kant dan ook niet.
Dus ja, ik weet het en niet. En er is ook gewoon geen shit talker. Nee, exact. Nee, hoe lang ik die al ken, dat, op dat vlak denk ik, nee, bij hem moet ik niet zijn voor de tea. Nee, jammer genoeg. Echt, dat is wel echt waar. Nee, maar dat is wel gewoon zo. Bij Ender heb ik vaak het gevoel van, wow, jij vindt echt veel mensen echt leuk. En bij mij, bij mezelf heb ik dat niet vaak. Ik vind... Ja, oei, ik ben nu weer te eerlijk aan het zeggen. Weet je, en ook zo mensen die zeggen, jij nu niet, hè, Kloot, want bij u vind ik dat anders, maar zo mensen, ja, maar ik roddel niet. En dan denk ik, sure. Weet je, je bespreekt dingen. Je bespreekt dingen achter mensen onder de rug. Dat is basically roddelen. Roddelen. Ja. Ja, ja, ja. En feiten benoemen, is dat roddelen? Nee. Dank u wel. Dus eigenlijk fact. Nee, geen roddelaar. Nee, dat is waar. Ja, maar nee, ik heb zo... Ik ken zo'n paar mensen die echt zo... Maar nee, wij roddelen niet. Dan denk je, alsjeblieft, wees gewoon eerlijk met jezelf. Er is ook... Mensen praten. Oh, dat is gewoon zo. Maar er is nog een verschil tussen venten en roddelen. Ja, en echt zo'n shit. Dat is ja. Ja, dat is hoeft niet altijd negatief te zijn. Ja. Of zo. Ja. Het kan ook een positieve roddel zijn. Gewoon vertellen wat er gebeurd is en je probeert dat te bespreken. Dat wil niet zeggen dat je aan het roddelen bent. Exact. In mijn hoofd. Dat is wat ik meestal doe en dan probeer ik dat ook zo goed te praten. Dan denk ik, maar ik ben dat toch gewoon aan het uitleggen, aan het zeggen tegen anderen. Nee, nee, dan op het einde zo van... Allee, maar dat is dan of mijn business. Wie zijn wij om hierover te praten? Wie zijn wij om te judgen? Oh, dat is de beste lijn ooit. Kapot. Okay, we hebben nog. Oh, we hebben hier nog wat. We gaan anders over tijd gaan, denk ik. Maar trouwen kinderen. Trouwen en kinderen. Dat is een, die gaan wel goed samen. Trouwen en kinderen. Momenteel denk ik op alle twee nee. Oh, ik wil kei graag trouwen. Ik weet het. Ik zeg dat echt al jaren, Timis. Ik ben echt nog... Okay, ik ben echt aan het wachten. Ik heb, en ook letterlijk gisteren heb ik een link doorgestuurd van een ring die ik wil. Oh, zo, I'm en hoe ziet hij eruit? Het is een hartje. Maar het zijn twee handen, twee gouden handen die een hartje vast... Die een harten diamant vast hebben. Oh. Echt tashi. Dat is expensive. Ook al. Maar tashi, ik denk... Je zit daar zo vocaal over, like... Ik zei dat. Dat is een dangerous game. I'm just saying, ik hoop dat dit jaar het jaar is. Let's manifest. Ik hoop voor u ook. Manifesting. Yeah. When's the party? Yeah. I'm waiting for the invitation. Maar kinderen, hell no. Straight no? No, no, we willen echt geen kinderen. Echt niet? Nee, echt niet. Ah, wel, ik zit momenteel ook wel geen fans, hè? Ja, ik weet dat ik beide sowieso wil. Of dat nu hoeft, nee. Zeker geen kinderen. Maar bij kinderen is het gewoon dubbel. Ik wil heel graag twee kinderen, maar je hebt dat niet te kiezen, of course. Ik heb gewoon schrik dat als ik een meisje krijg, dat ik echt door een hel ga moeten gaan. Want dat wordt een mini-versie en daar ben ik niet klaar voor. Dat wordt gewoon een kleine duivel. Een mini-jongen? Please. Echt een plezier. Maar ja, ik vind dat een beetje spannend. En je bent ook verantwoordelijk voor... Ja, whole life. Leven en I don't know. Ik weet niet of ik dat... kan. Maar trouwen zou ik wel leuk vinden. Dat hoeft ook niet te grootschalig te zijn. Het is vooral daar intiem. Dat ik moeite mee heb. Zo, het bedrag dat je daaraan geeft. Oh. Gewoon om je liefde te vieren. En dan iedereen die daar zo zat op je trouw staat. Allee, jij, uw lief, allee, uw man dan, die dan misschien dan eenmaal dronken is. Ja, yo, nee, sorry. Maar dat is echt society die zegt van je moet 100k uitgeven, maar dat hoeft totaal niet. Maar ik heb dat met kinderen ook, dat dat zo'n beetje een society thingy is. Ik denk dat dat nu wel aan het veranderen is. Ik hoop het. Ja. Maar dat kost sowieso geld. Oh, dan nog meer aan een trouw. Daarmee. Kloot aan jij. Wat is dat? Te zeggen, een kind is een huis. Dat is ook eind, zo. Ja, dus als je er twee hebt, heb je eigenlijk twee huizen betaald. Insane. Nee, ik wil eigenlijk ook wel alle twee. Ik wil ook wel trouwen en ik wil ook wel kinderen. Maar dat is absoluut niet iets waar ik nu mee bezig ben. Maar dan ben ik zo... Ik heb echt al super vaak midlife crisis gehad van... wanneer dan wel, want je wordt ouder en je biologische klok telt ook verder. En je ouders worden ouder, je familie wordt ouder. Dat heb ik wel. Want ik heb altijd de jonge ouders gehad en jonge grootouders en ik vond dat superleuk. En mijn neefjes die zijn nu de leeftijd die ik toen had. En nu zijn mijn opa en oma al ouder en dan kunnen die niet meer mee gaan zwemmen of naar de speeltuin of dit en dat doen. En ik vind dat wel erg voor hen, want ik vond dat keileuk. En ik zou het liefst mijn kinderen dat ook willen geven. Daar ben ik ook vooral mee bezig. Maar langs de andere kant, ik wil wel dat mijn zus heel graag nu een kind krijgt. Mijn zus mag wel echt gaan beginnen eraan. Ja. Maar ik wil heel graag meter worden. Dus het gevoel dat ik... de liefde dat ik nu al voel voor het ongeboren kind van mijn zus, dat heb ik veel harder dan... Ja. Een kind van mezelf. Mm-hmm. Maar ik heb nu een meterkindje. Meterkindje. Ik ben meter. En I love him so much. Ik ben zo trots en ik vind dat voor mij is dat ook genoeg. Ja, ik snap het. Ik denk dat ik daar ook
heel vol een heel voldaan gevoel van gaan hebben. En niet zozeer, ik denk dat ik niet zo'n goede mama ga zijn. Maar dat mocht je toch nog niet denken? Oh, denk ik niet. Sorry. Ik stop. Ja. Hoe bent je met je huisdieren? Ik wou zeggen, hoe bent je met je jongere siblings? Die liefde. Ik ga nooit wandelen met mijn hond. Dat is voor andere leden in het huis. Ja. Kijk, ik ga daar maar eerlijk over zijn. Ik hou van snart, maar wandelen vind ik echt niet leuk. Oké, dus je kind krijgt al geen eten. Ik geef hem wel. Die zijn pamper, die wordt dan niet ververst. Ja, zie, maar ik voel gewoon dat ik nog te hard met mezelf bezig ben at this point in my life. Ja, fair enough. Maar ja, dat is wel ook zo belangrijk dat je dat beseft. Ja, voilà. Ik ga niet nu zoiets hebben van... Oh. Maar ik ben zeker het moment dat je wel mama gaat worden, dat je dat 100% goed gaat doen. Dus zo'n oergevoel misschien naar boven komt. Dat gaat sowieso naar boven komen. Het moment dat je dat gaat zien en dat je weet van ik ben hier klaar voor en mijn vriend is hier klaar voor. En dan ga je dat zo graag zien dat je dat niet eens erg gaat vinden dat er is. Allee, obviously, maar... Nu voel ik me beter. Ja, maar je moet niet direct zeggen dat je een slechte mama gaat zijn, want dat is niet. Je gaat dat op dat moment komt dat en dan... Je gaat gewoon een goede mama zijn. Mijn segment noemt Tashi's Thoughts. Het is gewoon makkelijk. Waar denk ik over? In het thema van de aflevering. Het thema van Valentijn. Het gaat nu... Ik dacht... Je ziet dat keiveel op social media. Al die druk en al die perfecte relaties. Maar waar ik het vooral over wil hebben is... If he wanted to, he would. Ja. Ik weet, we hebben er al over gehad. En ik weet dat niet iedereen dat oké vindt. Die stelling, maar ik snap het ook wel ergens een beetje. Mm-hmm. Ik heb een tijdje geleden in mijn kanaal op Instagram daarover gezegd, bullshit. Ja. En toen hebben we er met ons vier al even over gebabbeld en heb ik mij een beetje rechtgetrokken. Maar bij mij is het dus uitvoerig een discussie geweest met mijn psycholoog ook. Want ik zei ook tegen haar van, ja, als bijvoorbeeld Kobe weet dat ik van dit anxiety krijg en mijn verlatingsangst wordt getriggerd, dan is dat toch een kleine moeite om dat maar gewoon te doen. En dan zei mijn psycholoog ook van, ja, maar waarom is Kobe verantwoordelijk voor uw irrationele angsten? En toen was ik wel zo van, oh, shit. Dat kwam even wel binnen. En daarom heb ik iets zo van, op dat vlak vind ik, if he wanted to, he would. Hij is niet verantwoordelijk voor de dingen die niet gegrond zijn, dat hij moet gaan oplossen. Mm-hmm. Dus daar heb ik een beetje... Maar dan denk ik bijvoorbeeld op mijn Valentijn. Mich weet dat ik dat super speciaal vind en super belangrijk vind. If he wanted to, he would organize a date. Of, snap je, zo'n dingen. Ah, wel, maar dat vind ik dan ook wel weer. Maar dat vind ik dan zo een mini-teken van... Maar bijvoorbeeld, dat is ook... Het is kleinschaliger. Ja. Ja, inderdaad. Het zit niet zo diep. Mm-hmm. Maar gewoon tonen dat je moeite wil doen. Maar dat kan tot op een bepaalde gradatie gaan, inderdaad. Dat je dat soms... If he wanted to, he would. Dan zou hij die vlucht van 7 uur nemen naar u. Zo. Ja, okay. Dat soms zo van die dingen aanneemt. Ja, en dat voorbeelden dat ik zie online en op TikTok, dat ik soms denk van, maar jong, het buurde wat mijn psycholoog mij heeft gezegd, dat ik dan niet zo, wat voor een druk leggen wij soms op andere personen. Ja. Om dat ze ook maar niks zo fout mogen doen. En wat je soms ziet op socials ook... dat je bijna bang wordt als jij iets voor hebt van oei, mijn partner heeft mij teleurgesteld. Of jij hebt uw partner teleurgesteld. Dat hoort er ook bij. Hè? Mm-hmm. Uw lief kan nooit 100% aan al uw boxen voldoen. Ja. En vice versa ook niet. Ja, vice versa ook niet. En, mensen posten dat niet, obviously. Daarmee. Het is niet dat ik al mijn ruzies wil posten of alle discussies. Dus daar moet je zeker aan denken. Dat we worden gewoon zodanig gebrainwashed door social media dat we er niet te hard op mogen focussen op de if you want it, he would. Mm. Ja. Theorie. Ja. Want maar er... deels wel true, though. Ja. Maar niet zo zoals je het ziet. Ja. Want ik vind wel, als your man niks voor u doet, dan moet je het ook wel gewoon as a sign nemen. Maar ik denk dat we zo te snel over de kleine dingetjes die wij heel vanzelfsprekend vinden, vallen dat eigenlijk voor een andere persoon wel... Een drempel of zo kan zijn. Bijvoorbeeld, van ik vind dat heel normaal dat je over veel onderwerpen kunt babbelen, maar ik ben met iemand samen die niet zo gemakkelijk of die niet is opgegroeid met grote open gesprekken en zo, dan is dat voor hem al heel veel als hij hem openstelt en een diepgaand gesprek met mij aangaat. Dus dat bedoel ik daar zo wat mee van. Het is niet zo gemakkelijk om dan te zeggen van, ja, maar als je dat wou, dan deed je dat toch gewoon. Ja, vooral dat vanzelfsprekend vinden, want bijvoorbeeld, if you want it, you would, come pick me up met bloemen van het vliegveld. Maar ik denk dat dan elke keer als ik op het vliegveld ben... Maar die heeft dat wel al eens gedaan, maar gewoon niet elke keer. Maar toch gaat je dan... Je legt de lat telkens hoger en hoger en hoger.
En dat moeten we soms eens even terug kunnen relativeren. Ja. Ik had dat nu toen ik terugkwam van mijn lange reis. Ik was vorig jaar naar Amerika geweest en toen was ze mij komen halen. En nu vlogen wij vanaf Schiphol en kwamen we daar ook terug. En had ik het ook gevraagd van, kan je mij misschien komen halen? Maar ik had niet gezegd dat er eigenlijk wel een auto was die mij ook naar België kon brengen. Dus de auto van Joffrey stond eigenlijk aan de luchthaven. Maar ik wou eigenlijk dat Komen mij wel kwam halen. En dan zei hij van, ja, ik kan dat wel doen. Hè, maar het is wel, hij zei van, het is wel, Schiphol is toch wel pittig. Twee uur heen, twee uur terug. En toen zei Joff van, ja, Jo, je moet dat wel zeggen. Dus dat ik dacht van, ja, maar Joff heeft hier eigenlijk ook wel een auto. En dan zei hij van, ja, maar dan is dat toch eigenlijk te zot dat ik dat doe. En toen was ik wel verbaasd van, maar ach, doe dat toch gewoon. Ja, zie. En dan achteraf dacht ik van, dat, en dan dacht ik zo, if you want it, you would. En dan dacht ik, nee, Jo, dat is gewoon niet meer. Dus snap je op dat vlak? Ja. Dan zouden misschien sommigen zeggen van, ja, maar ja, als je dat echt wil, dan kwam je toch gewoon halen in Schiphol, maar... Nee, gewoon realistische expectations. Ja, realistisch inderdaad. Oh my god. Joel! Ja, kijk, ik ben met de auto naar... Hij stond wel thuis toen ik er was. Dus dat is ook al voldoende. Ja, voilà. Hij heeft moeite gedaan. Ja, dat is waar. Dat is maar ik ken het wel, want ik heb ook echt gehad dat hij eens één keer met de brommer mij kwam halen. En elke seconde de dagen nadien dat ik een brommer hoorde, dacht ik, hier staat hem weer. Of als hij te laat is, dat is omdat hij bloemen is gaan halen. Ja. Zo, en je maakt jezelf gewoon echt helemaal kritisch door dat zo vaak te denken. Ja, dat is echt. Ook gewoon onthouden, uw partner is een mens die ook gewoon gebreken heeft en mooie kanten en slechte kanten. En als jij daarmee om kunt, fijn. Als je dat niet kunt, ook fijn. En zoals gezegd, soms wil je zelf ook geen dingen doen. Ben je soms ook lazy, dus dat is oké. Dat zijn de psycholoog inderdaad ook, hè, van... Ja, wilt jij altijd alles doen wat hij verwacht? En dan denk ik, nee. Dus waarom zit je dan zo streng? Want if he wanted to, he would. Maar if I don't want to... Ja, I don't have to. Dus voilà. Oh, we hebben echt veel, veel leuke dingen besproken. Ja. Mm-hmm. Blij. Ik ook. Ja. En we sluiten altijd af met Lia, hè? Yes, we sluiten altijd af met Lia's love notes. En dat zijn eigenlijk kleine, spannend, positieve notes om op een positieve noot te eindigen, letterlijk. En vandaag is het een beetje eentje die al vaak gebruikt wordt, maar namelijk dat altijd alles goed komt. We hebben het er straks al gezegd, er moeten altijd dieptes zijn om terug hoogtes te kunnen bereiken. En bijvoorbeeld bij een break-up, op dat moment zelf beseft je soms niet van, het gaat goed komen. Maar er komt altijd een glow-up en het wordt altijd beter. En dat wou ik gewoon nog eventjes meegeven aan de kijkers en de luisteraars. Dat is de mooiste love note die ik ooit heb gehoord. Oh, prachtig. Thanks, Lia. You did that. Echt, echt waar ook trouwens. Maar bij je eerste break-up geloof je dat vaak niet. Of in elke dingen dat je voor de eerste keer tegenkomt, geloof je dat vaak niet. Nee, dat is waar. Maar... Same, ben er ook schuldig aan. Wij allemaal, denk ik. Oké, goed. Dat was dit voor onze eerste... Oh, sorry, Kloot. Sorry, ik wou even meegeven. Ik wil even een shout-out geven naar Labello, dat onze hoofdsponsor is voor het hele seizoen. Wat echt zot is voor nog maar een nieuw concept qua podcast, om dat te sponsoren. Dus shout-out naar Labello. Thanks om in ons te geloven. Ja, thanks voor het geloof in ons. En ook thanks om mijn lippen juicy te houden. It's much needed met deze koude temperaturen. Onze girl is een beetje ziek. Mm-hmm. Dus ze kan het gebruiken. We don't want no crusty lips. Ik kan nog zeggen, ook thanks aan de luisteraars en de kijkers voor het geduld, want het is onze eerste aflevering. Ja. Dus. Oh, echt heel, echt heel spannend. Merci, maar, merci. Als ze dus zelf met vragen of situaties zitten waar ze mening over willen, je kunt altijd in onze DM sliden. En dan spreken we die dingen anoniem, uiteraard. Uw naam wordt nooit vermeld. Dus als jullie een beetje Big Sister advice willen, hit us up. Yep. En dan tot de volgende, hè? Ja. Tot de volgende! Bye, besties! Bye! Bye.